Raadspensionaire zijn dichter Jacob Cats kocht in 1643 bij Den Haag een landgoed dat hij Zorgvliet noemde. Hij liet er een nieuw huis opzetten dat in een bewogen historie wel enigermate van vorm veranderde, doordat zijn schone grondpatroon behield. Het is thans in gebruik genomen als ambtswoning van de Nederlandse minister-president. Minister Marijnen gaat het als eerste premier bewonen. En hij betreedt hier de 17e eeuwse ontvangzaal, die in het midden van het huis is gelegen en die uitzicht geeft op het prachtige park Zorgvliet. Zitmeubelen en lampen zijn van onze tijd. En vader Cats, die het Hollands binnenhuis hoog schatte, zal er zeker met welbehagen op neerzien. Zijn portret is van de 17e eeuwse schilder van Ravenstein. De eetkamer in 18e eeuws Chippendale biedt alle mogelijkheden voor stijlvolle diners. Abraham Storks gezicht op het ei houdt de gedachte aan de hoofdstad levend wanneer men in de herenkamer vertoeft die een prachtig eiken plafond heeft. De salon wordt gesierd door een indrukwekkende 18e eeuwse spiegellijst die uit het paleis op de Dam via het Rijksmuseum in het Catshuis terecht is gekomen. Harmonisch is de plaatsing van de ramen in het huis van vader Cats, dat naar men hoopt ook Marijnens lustverblijf zal worden.